hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar de gloednieuwe video hier vanuit NASA, oftewel het Kennedy Space Center. Wij gaan gewoon de ruimtevaart hier ontdekken. En we zijn binnen. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. Dit is een 3D beeld. Cool. Oké, om 11 uur. Kijk, ja, 11 uur. Kijk, oh, prachtig. We hebben een of andere tour. Wat het exact inhoudt, ik heb geen idee. Dus we gaan in ieder geval naar het platform waar de raketten de lucht ingeschoten worden. En voor de rest, we zien het wel. Ik denk al dat ik voor de een van de meest iconische gebouwen van NASA ga. Wel waar het allemaal begonnen is. Die vlak die is 21 verdiepingen. En om een idee te geven, hier hebben ze nog een stuk getekend. It's huge. It's insane. But it's pretty awesome. Uh-huh. En momenteel zijn ze bezig met de SLS en wat dat inhoudt. Maar, want ik ben er ook nog niet uit. Het is in ieder geval een raket volgens mij die de mensen moet kunnen brengen naar Mars. Ja, dat is het volgende doel van NASA. Let's go to Mars. Next up, de Apollo Saturn Peace Center. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced. Je weet dat zo'n raket eigenlijk gigantisch is, top. Maar als je eronder staat, dan denk je zo'n it's really huge. En ik ben niet scherp, maar dat maakt niet uit. Maar voordat we dit alles gaan ontdekken, hadden wij het idee om eerst lunch. Mm-hmm. Want zonder een goede lunch kun je natuurlijk niet zoiets ontdekken. Hierachter waarschijnlijk niet te zien, maar dan zie je de foto. Het is niet heel duidelijk, maar dat maakt niet uit. Dat is een van de platformen waar de raket vandaan wordt geschoten. Kennedy Space Center hier in Florida wordt eigenlijk alleen gebruikt om mensen de ruimte in te schieten. Maar daar gaat volgende week een verandering komen, want dan wordt de eerste raket afgeschoten zonder mensen. Tenminste, als je niet de proeflanceringen meerekent. Daar zijn we geen nee tegen. Soft. Smooth. That's good. En wat is dat stemmen? Wauw. Ik ben blij dat ik dat geweldige moment met jullie kunde delen. Hè? En we voelden dat nou gewoon een plat steentje. Niet zo heel veel bijzonder. En nu gaan we naar de Lunar Theater. Wat het is. Geen idee. Deze hal is dus eigenlijk één grote raket. Huge. Okay, volgens mij moet het de maan voorstellen. Ladies and gentlemen, please watch your... I'm standing on the surface and looking at planet Earth for the first time. Seeing the beauty, seeing the finiteness of it, the limits of it. Realizing what a shame it was that people were confronting each other on that planet without realizing what it was doing to the planet. Ooh. Let's see what happens. Hallo.
I close? Yeah. No, you're not awake yet. Hierachter met de eerste Space Shuttle gebouwd en die is 5 keer de ruimte ingeschoten. Atlantis. Hoe awesome. Deze heeft er ook voor gezorgd dat het International Ruimtestation, zou maar zeggen, gebouwd is. Deze was vooral voor het vervoeren van onderdelen en zorgen dat er dus een Space Station kon komen. Ze wilden ervoor zorgen dat het opnieuw gebruikt kon worden en dit was de manier. Want hij steeg op als een raket, maar kwam neer als een vliegtuig. Dus dit is ook degene die je altijd vroeger tekende. En dat is dus degene achter mij. Zijn eerste vlucht was in 2001 en zijn laatste gemaakt was in 2011. En nu staat hij hier als een museumstuk. En die astronaut die wij net die presentatie van hadden, die is nou werkelijk met deze in de ruimte mee gegaan. Helaas moeten wij het NASA-gebied verlaten, oftewel, helaas zijn we nu momenteel onderweg naar de uitgang. Ik heb nog wel het een en ander meegenomen, omdat we ook nog $10 gratis hadden. We konden helaas niet naar de launch site, omdat ze een test gaan doen voor volgende week, omdat ze dan volgende week weer een raket de lucht in schieten. Dus dat was niet veilig. Dus daarom hadden wij een bonnetje waar je $10 mee uit kon geven. Nou, heb ik gedaan. Laat ik zo meteen thuis wel zien. Maar de lucht is orange. It's so pretty. Oké. Okay. Bye. Zoals je kan zien ben ik weer een soort van thuis. Kan je het thuis noemen? Ik heb gewoon geen andere plek. Gewoon waar mijn bed staat. Waar momenteel de kamer erop staat. Kan je ook ongeveer zien op welke hoogte ik slaap. Ja, en als je eruit valt dan heb je een probleem. Maar dat maakt niet uit. Oh, ik heb ook nog 2 dingen gekocht. Nou, 1. Een vetkoele sleutelhanger. Yay! Sleutelhanger. En ik weet ook niet waarom. Ik vond hem cool. Deze. Ik denk dat ik hem momenteel ga gebruiken als pennenbak of zo. Maar ik vond hem cool. En we hadden nog dus $10 te besteden. Dus dat moet je ook gewoon wat halen. Hè? Dat was hem. Ik ga er ook niet meer van maken. Ik wil je bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Ik heb geen idee wanneer dat zal zijn. Ik heb geen idee wat er aankomt. Wat voor leuke dingen we gaan doen. Maar dat merk ik helemaal vanzelf. Dus doei. Ja, en Maurice scoort daarmee heel makkelijk van. Best liedjes van Marietjes. Maar ja, dat... ik weet niet gewoon. Oké, doei.